Ik ben Ton Dofferhoff. Ik werk als internist en mijn zogenaamde aandachtsgebied is de infectieziekte. En ik werk sinds 1991 in het CBZ. We houden ons bezig met diverse systemen, orgaansystemen in het lijf. Dat kan variëren van maag-darmstelsel tot hormoonstelsels tot stofwisselingsziekte. Waar zie je het in het midden van de wervelkolom? Als ik assistent aanneem voor de opleiding, het eerste wat ze zeggen is dat ze puzzelen zo leuk vinden. Dus je zal een internist niet snel horen zeggen dat hij puzzelen niet leuk vindt. Want dat is denk ik het belangrijkste onderdeel van ons vak. En daar ligt ook wel de uitdaging, maar dat betekent wel dat je natuurlijk wel heel veel bagage moet hebben om die puzzelstukjes eigenlijk uiteindelijk bij elkaar te krijgen. Wat nog steeds een sport is na zoveel jaren dat ik in de interne geneeskunde zit. Ik leer nog dagelijks bij, dat is ook leuk als opleider, maar natuurlijk opleiding geven is ook bijleren. Ik kan niet stilzitten, want dan word ik wel op mijn vingers getikt. Maar je moet ook gevoel hebben voor wat mensen tussen de regels door vertellen. Heel veel mensen zitten ergens mee, maar hebben het moeite mee om dat te uiten. En zeker als het over wat psychische problematiek gaat, of over stress, of over problemen thuis, of noem maar op. Misschien zit er wel een vraag achter de vraag. En dat is voor een deel ook levenservaring, denk ik. Naarmate je wat ouder wordt, ga je die kant van patiënten steeds makkelijker zien. Mensen vertellen namelijk veel meer dan ze zeggen. En horen en luisteren zijn twee verschillende dingen.